U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Marble, Autodata Nederland, You Name It en Bovemij. Welkom in de DCDW-podcast van deze week met als gast Jeroen van der Schenk. Jeroen, 43 jaar oud en e-commerce man of the year in 2009 van het blad Emerge. Oftewel, de man waar ik ontzettend veel aan te danken heb gehad de afgelopen jaren wat betreft mijn marketingmanier. Want Jeroen van der Schenk kwam ik tegen in 2005, omstreeks 2006. En Jeroen heeft mij geleerd wat content marketing is. En wat content is die anderen maken. En die had daar destijds allemaal termen voor die nu gemeengoed zijn. Maar in 2005, 2006 absoluut niemand kende. Jeroen van der Schenk, ook adviseur destijds van Martin Schilder toen het wel innovatief was. En nu heel veel bezig met andere zaken in de horeca, met hotels. En gaat vandaag bij Automotive Insiders een presentatie geven of een event organiseren over Automotive en de nieuwe manier van zaken doen. Jeroen, ben ontzettend blij dat je er bent. Welkom in de DCDW-podcast. En kun je onze luisteraars meer vertellen over Jeroen van der Schenk? Dankjewel, Paul. Ik word er een beetje verlegen van. Maar bedankt voor de introductie. Jeroen van der Schenk. Afkomstig vanuit de hospitality-branche. Daar liggen ook wel mijn roots. Ik denk dat het ongeveer 2000 was, de stap gemaakt naar het vak van trainer. Trainer consultant. Heb dat in een aantal jaren met heel erg veel plezier gedaan. En ben eigenlijk vanaf 2004, 2005 zo'n beetje de automotive ingerold. En dat was op basis van een eigen minder prettige ervaring. Dan wil je vast weten welke dat is. Misschien. Misschien. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zit in de categorie leaserijder met een hoge verwachting. Dus yeah. 2 dagen voordat ik op vakantie ging, belde ik mijn Toyota dealer. Met de vraag of ik nog even terecht kon voor een onderhoudsbeurt. En toen werd er letterlijk heel erg hard gelachen aan de andere kant van de lijn. En die meneer vertelde me dat ik over 4 weken terecht kon. Mm-hmm. En vanuit mijn hotelachtergrond dacht ik van dat is niet zo slim. Want voor mij is de urgentie hoog en prijs minder relevant. Dus volgens mij kun je daarin een ander businessmodel bedenken. En toen ben ik gaan denken aan een nieuw businessmodel voor de automotive branche. Yeah. Destijds neergezet als garageselect.nl. Yeah. Bestaat inmiddels niet meer, dus daarover zullen we het later nog wel hebben. Maar zo ben ik eigenlijk de automotive branche ingerold en ook aan de slag gegaan met online marketing. Ja. Yeah. En dat was in de periode 2005, hè, 2006. Ja. En wat ik net zei in de introductie. Martin Schilder was in die periode echt innovatief bezig met heel veel leuke en nieuwe dingen. Ja. En daar had jij een hele prominente rol in. Ja, dat klopt. Want wat hebben jullie destijds allemaal gedaan? Nou, dan moet ik even terug naar Garage Select. Wat het bijzonder maakte was dat het een online boekingsplatform was, wat wel helemaal vanuit consumentperspectief opgebouwd was. Ja. Een belangrijk onderdeel in het systeem was ook dat het gebaseerd was op yield management technologieën. En yield management is eigenlijk het antwoord op de vraag: hoe haal ik optimaal rendement uit iets met een beperkte capaciteit? Mm-hmm. Dat gebruiken we in de hotelbranche veel. Yeah. Ja, daar merk je dat hoe hoger de vraag is, hoe hoger de hotelkamerprijzen worden. Yeah. Een hotelkamerprijs kan variëren tot €50 tot soms wel €250 voor dezelfde kamer. Ja. En daar hanteren ze een systeem waarbij ze kijken naar vaste en variabele kosten. De vaste kosten heb je sowieso. Op het moment dat de variabele kosten van een hotelkamer bij bezetting bijvoorbeeld €15 is aan schoonmaken, nieuwe zeepjes, beddengoed, dan zou je hem theoretisch al voor €16 kunnen verhuren. Ja. Dan maak je geen winst, maar pak je €1 terug van je vaste kosten en draai je dus minder verlies. Ja. Dus dat is zeg maar de minimumprijs. En maximumprijs is natuurlijk gebaseerd op vraag en aanbod. Ja. En het idee was van, goh, als ik nou kijk naar een werkplaats. Je hebt een x-aantal bruggen, je hebt een x-aantal monteurs. Alles wat je vandaag niet doet, kun je morgen niet dubbel doen. Hè, want je aantal bruggen blijft hetzelfde. Ja. Dus kun je daar ook spelen met dynamic pricing. En dat hele stuk zat achter Garage Select.
Als ik nu zo terugkijk in 2005, 2006... denk ik dat ongeveer 2% van de autobedrijven die zich heeft aangesloten... en dat waren er in de loop der jaren een stuk of 900... Nou, dat zo'n 2% ook daadwerkelijk begreep wat dat platform deed. Mm-hmm. En Martin Schilder was een van die partijen. Dat was absoluut een voorloper. Dat was absoluut een voorloper. Het was echt het eerste autobedrijf wat met dynamic pricing werkte. Yeah. Voor onderhoudsafspraken en APK-keuringen. Dus op het moment dat je aangaf, goh, ik wil op donderdag, dan gaf hij de prijs weer. En dan zei het systeem ook van, nou, donderdag kan, is de APK-keuring €45. Maar als jij op woensdag komt of op dinsdag, kun je voor €35. Wat wil je? Dus die echt het sturen van bezetting naar minder drukke dagen of weghalen van drukkere dagen. Het was eigenlijk een booking.com voor dealerbedrijven toen booking.com nog niet bestond. Ja. Ja. Toch? Zeker. Ja. En in die periode dat wij met elkaar in aanraking kwamen, 2005, 2006, had ik nog het SsangYong dealerbedrijf. Ja, klopt. Daar heb jij me inlopen te pushen als een wilde over dat ik een weblog moest beginnen. Ja. Want dat was helemaal het verhaal, want daar konden mensen ook dan op reageren. Mm-hmm. Nou, 12 jaar later schrijf ik nog steeds elke dag trouw in mijn weblog en heeft het ontzettend veel gebracht. Maar we hebben toen ook een testdriver event georganiseerd in Zwolle, weet ik nog wel. Ja. En dat hebben we destijds gedaan met Hives. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat zou je nu nog steeds kunnen kopiëren. Niet op Hives, maar... Dat is fantastisch. Ja, gaaf dat je het zegt. Even terugkomen tot bloggen. De essentie van dat bloggen zat met name in dat verhalen beter verbinden dan visitekaartjes of corporate boodschappen. Ja. Mensen zijn op zoek, waren toen op zoek en zijn nog steeds op zoek naar authenticiteit, naar verbinding, naar echt erkenning. Mm-hmm. Herkenning en erkenning. Bloggen zou een meer personal touch, persoonlijke touch moeten geven aan dat autobedrijf en aan een monteur en aan een receptionist of een verkoper. Tegelijkertijd gaat het ook heel erg om beleving. 2005, 2006 waren er al heel erg veel autojournalisten die mooie reviews schreven, testdrives deden. Ja. En tegelijkertijd, jouw echte klanten, die willen ook wel eens autojournalist zijn. Ja. Dus de ontwikkeling daarin was dat mensen steeds meer vertrouwen kregen in het eigen netwerk en minder in organisaties en journalisten. Ja. Vandaar dat we toen het idee hebben geopperd van een testdriver team. De eerste was overigens bij Martin Schilder. Ja. En daarvoor hadden we toen een Hives pagina aangemaakt. Met het verzoek van, joh, we gaan een evenement organiseren bij Martin Schilder. Ja. Vind je het leuk om proef te rijden en daarna een recensie te schrijven over jouw ervaringen? Meld je dan aan. En het doel wat wij onszelf hadden gesteld was 20 tot 50 deelnemers. Ja. En binnen 2 dagen zaten we op 5000 aanmeldingen. Ja. Van consumenten die het gaaf vonden om op die manier met auto's bezig te zijn. Ja. En toen hebben we het inderdaad ook uitgebreid. En hebben we meerdere van dit soort evenementen georganiseerd. Ja. Want ik weet nog wel dat we destijds in Zwolle. Hè, daar konden ze rijden met een Nissan 350Z. Met een Nissan Patrol. Met een SsangYong. Goed, daar werden niet dan al te veel proefritjes mee gedaan. Maar goed, met de leuke auto's uiteraard wel. En dan zul je altijd mensen hebben. De azijnpissers zeg maar. Die zeggen, ja, maar ze willen alleen maar in de sportauto rijden. Ja, dat klopt. He, wie wil dat niet? Ja, he? Ja. Ieder mens is wat dat gaat ook maar een mens. Maar wat we destijds kregen was gewoon een verhaal over die auto. Ja. En als je nu kijkt met het mobiele telefoon, wat voor data en content je nu krijgt de hele dag als je dat zou organiseren. Dat is waanzinnig. Ja. En hele krachtige content. Ja. Omdat die mensen vanuit een bepaalde trots, vanuit een bepaalde passie iets delen met hun vrienden en netwerk. En wat je nu bijvoorbeeld bij Tesla ziet, het hele referral-programma sluit daar eigenlijk op aan. Yeah. Tesla gebruikt de fans van de auto's om nieuwe auto's te verkopen. En belonen ook, ik weet niet of je daar een beetje in zit, maar belonen ook echt nieuwe verkopen die via een bepaalde klant komen op een hele gave manier. Yeah. Dus dat hele referral-systeem, mensen eigenlijk je fans inzetten om jouw marketing te doen, is de meest krachtige vorm van marketing. Ja, nou ben ik persoonlijk niet zo'n heel erg grote fan van Tesla. Mm-hmm. Dat schijn je niet te mogen zeggen vaak. Ook van mij wel hoor. Maar het is zo. Maar we hadden in de intake erover dat jij dat al geschreven hebt voor Saab destijds. Ja, dat het verdienmodel voor Saab voor de toekomst. Ja. Ik durf ook niet te zeggen dat ik een fan ben van Tesla, want ik rijd geen Tesla. Nee. Maar ik heb een bovenmatige interesse voor marktverstorende businessmodellen. En als ik kijk naar het businessmodel van Tesla, dan is dat marktverstorend.
Ja. Dus daar ligt mijn absoluut passie. Ook op de manier hoe ze het verkopen. Ja. Ja. Dus daar ligt sowieso mijn link met mijn passie richting Tesla. Ja. Ik denk dat 2007, 2008 kwam Saab een beetje op de wip te staan. Ja. En wat mij toen opviel was dat, nou ja, Victor Muller was er toen nog even mee bezig. En wat mij opviel was dat er op destijds op Facebook allemaal communities opgericht werden om Saab te redden. Ja. En wat ik ook merkte, absoluut fans. Ja, de Saab rijden, het is niet een enorm massa merk. Maar de mensen die Saab rijden zijn over het algemeen, ik denk voor 90% ook echt fan van Saab. En die rijden Saab en die kopen daarna weer een Saab. Dus ik dacht, ik weet niet meer precies de bedragen, maar ik had een calculatie gemaakt dat als elke Saab-fan 2000 euro zou inleggen, wereldwijd, dat Saab gekocht kon worden en dat je dan vanuit een gezamenlijk model, dus echt het co-creëren van nieuwe modellen samen met de Saab-fans, op een andere manier de markt benaderen. Dus inderdaad zonder dealernetwerk, maar met een referral-netwerk. Ik had een soort businessmodel gecreëerd voor Saab. Ik heb daar destijds een blog over geschreven en het toen lekker laten varen. Maar als ik nu kijk naar Tesla, dan denk ik, dat lijkt wel heel erg op dat businessmodel dat ik in 2009 heb omschreven. En wat eigenlijk ook een businessmodel is voor de kleinere merken. Lees Subaru bijvoorbeeld. Ja, dat zou een businessmodel kunnen zijn voor de kleinere merken. Ja. Hey, en waar ben je nu mee bezig? Gewoon een goede vraag. Ja. Ik ben in ieder geval Garage Select. De ontwikkeling daarvan heb ik tegelijkertijd gedaan met de ontwikkeling van een ander concept. En dat heet Seeds2Meet.com. Mm-hmm. Op een gegeven moment is de focus gaan liggen op Seeds2Meet. Zijn we daarmee doorgegaan. En is Garage Select wat minder hard gegaan. Om meerdere redenen. Die licht ik zo graag nog even toe. En van daaruit ben ik heel veel lezingen en presentaties gaan geven over het nieuwe werken, nieuwe businessmodellen, trends in marketing. En op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de global marketing en communications bij Performance Solutions. En dat is een bedrijf wat zich richt op internationale organisaties. En we helpen hen om van hun business echt een beleving te maken. Mm-hmm. Dus we zitten eigenlijk weer helemaal in die belevingskant. Ja. Zij het meer in de fysieke belevingshoek. Mm-hmm. En wat gaan jullie vanmiddag organiseren? Dus voor de luisteraars, mm-hmm. Dit wordt uitgezonden op vrijdag, afgelopen woensdag. Ja, dus wat heb je gemist? Ja? Ja, dat is een hele goede vraag. Het event vandaag gaat over start reverse in automotive. Gaat over verschuivingen in businessmodellen. Maar gaat vooral, wat kun je met customer experience, hoe kun je met echt beleving, customer experience, het verschil gaan maken in automotive? Het start reverse geeft richting aan de manier waarop we dat doen. Reverse engineering approach is de manier van werken die we toepassen bij onze klanten om ze op weg te helpen, om van hun merk een beleving te maken. En het gave van reverse engineering is dat we de gewenste klantbeleving of gastbeleving of patiëntbeleving, passagierbeleving, als uitgangspunt nemen. En van daaruit terugwerken naar organisatieproces, maar vooral medewerkersgedrag en de manier van leiding geven. Wat je vaak ziet bij organisaties, en dat is de automotive branche een heel sterk voorbeeld van, is we hebben een product en dat willen we verkopen. Ja. Wat hebben we nodig? Nou, een showroom nodig. Nou, zetten we een showroom neer. Goh, we hebben mensen nodig. Zetten we een verkoper neer. Als het druk wordt, zetten we meer verkopers neer. Als je veel verkopers hebt, heb je managers nodig. En dat is eigenlijk een soort van organische groei van hoe organisaties ontstaan. Ja. Vaak vanuit een product of dienst wat mensen willen verkopen. Wat wij met reverse doen, is we kijken naar wat is nou je gewenste klantbeleving. Hoe wil jij dat de klant jouw organisatie ervaart? En dat kun je in korte termen omschrijven. Bijvoorbeeld, ik wil graag, als klant wil ik erkend worden. Of ik wil mij welkom voelen. Of herkend worden. Herkend worden, welkom voelen. Van daaruit, dus dat omschrijven. En van daaruit gaan we kijken naar, oké, als wij willen dat de klant zich herkend voelt en zich welkom voelt. Wat is dan het gewenste medewerkergedrag wat leidt tot die ervaring? Mm-hmm. Dat betekent dus dat medewerkers contact moeten maken. Echt contact moeten maken. Mm-hmm. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar een medewerker gaat pas contact maken in een setting waarin die zich veilig en vrij voelt om dat te doen. Dus vervolgens kijken we ook naar, oké, welk werkklimaat is nodig en welk type leiderschap hebben we nodig om die medewerker echt te faciliteren in het vertonen van dat gedrag. Ja. Dus we draaien eigenlijk die hele cyclus draaien we om.
Dat betekent dus eigenlijk ook, en dat, die beweging hebben we in de automotive branche ook gezien, hire people for attitude and not skills. Mm-hmm. Ik geloof dat het 2009 of 10 was dat ik met iemand bij Renault Nederland sprak. En die gaf mij ook aan van, joh, wij nemen geen mensen meer aan van de IVA. Wij nemen mensen aan van de hotelschool. Ja. Wij zoeken geen mensen die verstand hebben van auto's. Wij zoeken mensen die in staat zijn om contact te maken, ja, met die bezoeker die de showroom nog inkomt. Maar heeft het dan weinig zin dat die verkoop die er al 5 jaar en zit binnen 2 weken de andere brainwashed, dat het in de automotive toch echt anders werkt? Het zijn ook geen makkelijke projecten. Dus het zit in aanname. Ja. Hè, bij nieuwe organisaties. We hebben bijvoorbeeld in Dubai voor de Imar Hospitality Group hebben we echt aan de basis gestaan van een 3-sterren hotelconcept, Rove Hotels in Dubai. Nou, 3 sterren in Dubai is niet veel. He, dat is allemaal 4, 5 en zelfs 7 sterren tussen aanhalingstekens. En dan heb je een nieuw merk. Dus dat kun je helemaal laden. Dus daar hebben we ook echt casting days georganiseerd om de juiste mensen op attitude binnen te krijgen. Dus geen sollicitatiegesprekken, maar echt casting days. Ja. Met social experiments en waar we dus echt kijken naar gedrag. En hoe dan vervolgens, hoe we dan iemand leren om 3 borden te dragen, dat is geen uitdaging. Nee. Dus daar zijn mensen echt op gedrag aangenomen. Dat is bij een nieuw merk. Leuk detail, Rove staat op dit moment in de top 10 van beste hotels van TripAdvisor als enige 3-sterren hotel. Dus dat is ook echt wel, echt wel een succes. Dus de sterren zeggen ook niks? Niet in relatie tot beleving. Sterren zeggen wat over faciliteiten. Ja. Dus heb ik 1 of 2 voor thuis op de kamer staan, heb ik 2 of 4 handdoeken. Ja. Dus sterren zijn voor mij vrij irrelevant. Het gaat voor mij echt om die beleving. En die beweging zien we ook in de branche, aan de consumentenkant. En mensen kijken toch eerder naar de reviews. Kijk eerst naar reviews en plaatjes, prijs, boeken. En het aantal sterren wordt steeds minder relevant. Ja. Dus dat is een nieuwe organisatie. Op het moment dat je een bestaande organisatie hebt, dan zul je eerst op contextniveau mensen duidelijk moeten maken wat het belang is van beleving. Ja. Als een verkoper niet snapt hoe die markt in elkaar zit en niet snapt wat het belang is van een goede beleving, dan gaat het niet gebeuren. Dus je zit eerst op contextniveau. En vervolgens zul je invulling moeten geven aan, ja, oké, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Die mensen zul je moeten begeleiden. Die zul je moeten coachen. Ja. Het gaat grotendeels over gedrag. Nou ja, als je weet dat 90% van alles wat we doen op een dag, doen we onbewust, dan weet je ook meteen waar de uitdaging ligt. Ja. Je zal mensen eerst bewust moeten maken van hun gedrag voordat je daar maar iets mee kunt. Is dat ook de manier om het imago wat de autobranche heeft bij de consument ook zachtjes aan te veranderen? Ik denk dat dat een gevolg is. Ik heb wel vaak moeite met dat imago. Dat we denken dat het imago slecht is, terwijl ik denk dat de meeste klanten gewoon happy zijn. Mm-hmm. Maar hoe veranderen wij dat imago dan? Nou, een imagoverandering is net als een financieel, uiteindelijk zeg maar de winst die je maakt, is een resultaat van alle keuzes die je daarvoor maakt. Mm-hmm. Dus ook daar zou ik zeggen van, pak het op een andere manier aan, dan ga je dat imago veranderen. Ik ben het mee eens dat het imago niet optimaal is. Aan de andere kant denk ik ook dat we dat echt al 10 jaar overtrekken. Ja. Yeah. Dat we maar blijven hameren op dat ene of dat ene onderzoek of die 2 onderzoeken die daarover zijn. En daar blijven we maar op hameren. Wat we wel zien, even in relatie tot online, is dat het aantal contactmomenten wat wij fysiek hebben met klanten, wordt steeds minder. Ik heb 2017 heeft Ben & Company internationaal een onderzoek gedaan. Het zijn gemiddeld 2,4 contactmomenten, touchpoints, alvorens een auto aan te kopen, fysiek. Ja. Het merendeel, 51% als ik me goed herinner, bezoekt nog als eerste contactmoment in de zoektocht de dealer. 49% start online. Ja. Dus het is nog steeds meer de dealer. Maar die verschuiving die komt nu wel heel erg dicht bij het breekpunt. En dat betekent dat je dus moet kijken naar welke contactmomenten heb ik met mijn potentiële klant. Maar is dat percentage al niet veel anders? Dat 90% gewoon eerst online begint voordat ze überhaupt met de dealer in contact komen? Nee. Nee? Nee. Uit het onderzoek blijkt van niet. Wat je wel ziet is dat 60% van de mensen al wel, voordat ze überhaupt een stap nemen online of naar de dealer, dat ze al wel een idee hebben van merk, model, prijs. Mm-hmm. Waar het in de bandbreedte moet zitten. Ja. Okay. En met die informatie gaan ze op zoek. Maar goed, je hebt dus die 2,4
touchpoints. En ja, wat moet je daar dan mee doen? Nou, de grote uitdaging als het gaat om beleving en dus ook imago... Mm-hmm. is juist dat je maar zo weinig touchpoints hebt in de automotive branche. Yeah. Als je kijkt naar een supermarkt... Ik kom gemiddeld 3-4 keer per week in de supermarkt. Dat zegt veel over mijn efficiëntie. ik ben vaak van last minute boodschapjes. Yeah. Maar die hebben dus 4 keer per week een kans... Om het beter te doen. Om het beter te doen. Om een goede indruk te maken. Om mij blij te maken. Ja. Of om een slechte ervaring uit te wisselen. Of om een slechte ervaring uit te wisselen. En op het moment dat ik op 20 bezoeken 1 keer een wat minder ervaring heb. Dan is het dat 1 op 20. Als je kijkt naar 2,4 contactmomenten. En dat is dan gekoppeld aan een nieuwe auto kopen. Ja. Op het moment dat ik die auto eenmaal heb. Zal je denk 1 tot 1,5 contactmoment per jaar hebben. Dat gaat om een bandenwisseltje. En dat gaat om een onderhoudsbeurtje. Dus dat zijn de momenten waarop je het verschil kunt maken. Nou, vaak zie je dat autobedrijven zich heel erg richten op de transactionele contactmomenten. Dus als ik een mailing krijg, gaat het altijd over een nieuw model wat ze hebben, een introductie. Het gaat altijd over, nou, ik heb tijd Volvo gereden. Ik werd doodgegooid met boekjes en met allemaal accessoires die niet geschikt zijn voor het model wat ik heb. Maar dat even terzijde. Maar het gaat altijd over transactie. Ja. En de kunst in automotive volgens mij zit, je moet... zorgen dat die fysieke contactmomenten, dat een ultieme beleving is. Mm-hmm. Echt boven de streep, beyond experience, boven verwachting. En tussen die fysieke contactmomenten moet je de verbinding zoeken. En daar kun je natuurlijk online perfect voor inzetten. Yeah. Dat je dus wel meerdere contactmomenten creëert. En dat betekent dus ook dat je er voor de klant bent op het moment dat er even geen geld te halen valt. Ja. Yeah. En dat kun je terugvoeren naar het echte leven. Er heeft ooit eens een wijs man tegen mij gezegd, je kunt... alleen met mensen praten over dingen die er toe doen. Als je ook met mensen kunt praten over dingen die er niet toe doen. Mm-hmm. En nu voelt het een beetje in die autobranche, door het beperkt aantal contactmomenten, als een familielid die alleen contact met je opneemt als ze wat nodig hebben. Ja, 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 ja. Ja. En denk voor jezelf maar eens na hoe je daarop reageert. Nou, maar ik denk dat wat je nou net zegt, het juiste voorbeeld is. Is van, wij gaan alleen in contact komen met de klant omdat wij iets willen. En that's it. En verder komen we eigenlijk niet. En dat is dat zouden we ook kunnen veranderen. En dat gaat overigens nog wel verder. Want als je hem, we hebben reverse engineer. Dus we pakken hem echt vanuit gewenste klantbeleving en werken dan terug. Ja. Dat betekent ook dat je processen op een gegeven moment moet gaan aanpassen. En tegelijkertijd zouden de organisaties echt eens na moeten gaan denken. En ik heb het niet alleen over autodealers. Ik heb het over de hele automotive branche. Wat is onze reden van bestaan? Waarom zijn wij hier? Weet je, waarom komt een ondernemer 's ochtends uit zijn bed? En waarom zou het mij wat moeten schelen? Ja. Op het moment dat je daar achter komt. En ik kan dat makkelijk zeggen. Ik ben er een jaar of 4 geleden voor mezelf eigenlijk pas achter gekomen. Wat nou echt mijn drijfveer is. Dan kun je ook keuzes gaan maken. En dan wordt het ook interessant. En dan word je ook relevant voor je klant. Ja. Op het moment dat je daarmee aan de slag gaat. Eens. Jeroen, voordat je antwoord geeft op de volgende vraag. En dat is eigenlijk, wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? Ja. Graag nog wat aandacht voor onze sponsors. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Marble Digital Marketing Solutions is het online marketingbureau voor de autobranche. Wij bouwen data-driven websites op een platform dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik binnen de autobranche. Door vele koppelingen zijn wij in staat om een naadloze integratie van online naar offline te realiseren voor u en uw klanten. Een hogere conversie via uw eigen website? Voorzien van geavanceerde techniek en functionaliteiten? Tegen een vaste fee per maand zonder hoge eenmalige investeringen? Dan bent u bij Marble aan het juiste adres. www.marble.nl. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie?
Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. Bovemij. Samen vooruit. Jeroen, je persoonlijke marktplaatservaring. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, ik heb er veel. Yeah. Ik heb de app op mijn telefoon staan en die gebruik ik regelmatig als ik iets wil kopen en ik twijfel of ik dat nieuw ga doen of ga kijken of ik tweedehands kan vinden. Een tijdje terug heb ik onze auto verkocht. Dat was een oude Volvo V70. Zeg maar dat hoekige model nog, zeg maar de eerste V70, het hoekig model. Ja. Die witte? Nee, zilvergrijs. Oh, oké. Okay. Ja. Die had je toen ook al volgens mij? Of? Nee, dat was een veel nieuwer model. Okay. Ja, nee, dit was onze... We hebben een Berner Sennenhond. En dat is een prima auto om springen maar in naar het bos. Ja, ja. Maar ik ging die auto verkopen op Marktplaats. Nou, die is een aantal onzinbiedingen gekregen. En op een gegeven moment had ik twee biedingen. Waarvan twee mensen waar ik contact mee had. Eén was een handelaar. En één was een particulier. En een particulier was een man die kwam vanuit Spanje naar Nederland. Die ging dus terug verhuizen. Yeah. En er zat een verschil weer van €150. Dus wat de handelaar meer bood. En ik heb uiteindelijk voor die particulier gekozen. Mm-hmm. Omdat hij zo'n ongelooflijk gaaf verhaal had. Het was echt een Volvo-fan. En die hield van die auto. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor die particulier. Dat was eigenlijk leuk dat we in een andere podcast ook exact hetzelfde verhaal hebben gehoord. Dat de verkopende partij koos voor degene die hem mocht kopen. In plaats van de andere wijze. Ja, en als je dat omdraait naar business, dan zie je dat ook gebeuren. Als ik een tv nodig heb, dan koop ik die bij Coolblue. Terwijl ik weet dat ik hem elders goedkoper kan krijgen. Ja. I don't care. Nee. En natuurlijk, dat verschil, wat dan dat verschil mag zijn, dat varieert per product. Maar ook daar is onderzoek naar geweest dat 86% van alle consumenten in Nederland bereid is om meer te betalen voor hetzelfde product met een betere beleving. Ja. Daar is onderzoek naar geweest. Ja. Dus dat zou ook in automotive toch wel een signaal moeten zijn. En die betere beleving kan dus ook een betere verkoper zijn, hè? In dit geval zeker, ja. Hey, wat is je slechtste zakelijke beslissing geweest? Oh. En wat kunnen wij daarvan leren? Nou, moet ik echt kiezen? Ja, eentje. Nee. Ja. Nou, nee, die is niet zo heel erg moeilijk. Ik vertelde eerder al dat Garage Select er niet meer is. Ja. En dat is om een reden. Ik was destijds jong. Ja. Maar vooral ook... noem het, het is niet lekker om het over jezelf te zeggen, maar redelijk visionair en vooruitstrevend. Ja, dat was Dankjewel. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik met een aantal ideeën, waaronder dat yield management, maar ook online reviews in 2005, daar hadden veel bedrijven moeite mee. Garage reviews. Ja. White label widgets op je eigen website kunnen plaatsen. Ja. Ik was met een aantal dingen echt te vroeg. Ja. En een aantal dingen heb ik ook echt aan vastgehouden. Een van de dingen waar ik aan vasthield, dat ik het niet koppelde, dat weigerde ik echt, met dealer management systemen. Ja. En de reden waarom ik dat weigerde, was omdat dealer management systemen ontwikkeld zijn om processen te beheersen en niet om aan de consumentenkant te communiceren. Nee. Dus ik heb dat altijd geweigerd. Nou, maar 2% van mijn klanten begreep echt de toegevoegde waarde van het systeem. De Martin Schilders van deze wereld. Dus toen kwam er een partij die een heel mooi kalendertje op de markt bracht. Wat je kon koppelen aan je dealer management systeem. Wat eigenlijk niets anders deed dan de achterkant aan de voorkant tonen. Ja, die maakte het eigenlijk weer makkelijk voor en de dealer. En die maakte het makkelijk. En daar zat niks in. Maar ik zag de ene naar de andere kant vertrek. Ik heb toen nog wel nagedacht van, weet je wat, ik gooi het businessmodel om. En tegelijkertijd dacht ik, true to self. Dat is het allerbelangrijkste in ondernemen. Dus ik heb er toen voor gekozen om daarin niet verder te gaan. Wat mijn leermoment is geweest, dat het prima is om voor de muziek uit te lopen. Ja. Maar nooit zo ver dat je de muziek niet meer hoort. Ja. En dat is wel, ik ben wat ouder. Ik wil niet zeggen rustiger, want ik hou nog steeds van om mensen te challengen en te prikkelen. Alleen ik merk wel dat ook het slaan van de brug dan tussen de oude wereld, tussen aanhalingstekens, en de nieuwe wereld, wel belangrijk is.
Je kunt wel alleen maar afzeiken en zeggen wat niet goed is en dat het ouderwets is. Maar je moet ook de hand reiken. Je moet ook een oplossing ervoor bieden. Je moet ook een oplossing bieden. Nou, en die had ik wel, alleen die lag veel te ver weg van de realiteit. Ja, van dat moment. Van dat moment. Want nu zou het perfect zijn. Ja, ik weet nog dat ik de discussie had met de BOVAG die wilde instappen. Ja. Op voorwaarde dat alleen BOVAG-leden in het systeem mochten. Ja. Om de kwaliteit te waarborgen. Ja. Nou, ik heb nee tegengezegd. Want ik had zoiets, er is maar één iemand die bepaalt of een bedrijf goed is of niet. En dat zijn de klanten. En dat is niet een wasseneus keurmerk wat betaald wordt door de leden zelf. Ja. Dit is mijn beleving nog steeds is, BOVAG is een brancheorganisatie en geen consumentenorganisatie. Nee. Punt. Zou de ANWB dat wel kunnen? ANWB wel, zeker. Je ziet ze nu ook schakelen met Connected. Ja. Met die nieuwe toepassing. Het leuke is wel dat ik toen vanuit Garage Select een onderzoek heb laten uitvoeren onder 4000 automobilisten die in de afgelopen 6 maanden bij een autobedrijf waren geweest. En daaruit bleek dat niet BOVAG-leden, die destijds bestempeld werden als Beun de Haas, hoger scoorden op klanttevredenheid dan BOVAG-leden. Ja. Ik heb dat toen niet gepubliceerd omdat ik heel veel BOVAG-leden als klant had. Ja. En het was ook wel een beetje vertekend, want niet BOVAG-leden zitten vaak in kleine dorpjes. Het zijn kleine autobedrijven die leven van klanttevredenheid en openheid. En op het moment dat je in een klein dorpje 1 klant belazert, dan kun je tent sluiten. Dus het was een beetje vertekend, maar ik vond het wel een hele frappante uitkomst. Ja. Ik heb dus keuzes gemaakt die ik vanuit zakelijk perspectief misschien anders had moeten nemen. Ja. Maar goed, als dat je slechtste is, wat is dan je beste? Nou, ik heb hem net heel kort benoemd. Ik heb heel erg veel dingen gedaan. Yeah. En heel veel mensen vroegen mij, wat doe jij nou eigenlijk? Ik kom uit hospitality, ik ben trainer geweest. Dan ineens begin ik een internetbedrijf en een online booking engine in de automotive en in de vergaderbranche. En dan vervolgens sta ik weer op het podium te vertellen over het nieuwe werken. En wat doe je nou eigenlijk? Yeah. En ik ben er eigenlijk pas kort geleden achtergekomen wat mijn persoonlijke why is. Weet je, waarom kom ik 's ochtends uit bed? Wat drijft mij nou? En dat zit hem in een paar dingen. Dat is enerzijds is dat alles wat met beleving te maken heeft, online, offline. En mijn echte drijfveer is, ik wil het verschil maken voor mensen. Ik wil mensen inspireren en echt het verschil maken. Ik vraag wel eens aan mensen in een sessie van, goh, wie is nou jouw held? En waarom is hij of zij nou jouw held? Wat heeft hij of zij gedaan voor jou, wat echt een verschil heeft gemaakt in je leven? Ik wil die persoon zijn. Ik wil mensen challengen. Ik wil mensen uitdagen. Ik wil mensen verder helpen. Ja. En op welk vlak dat is, minder spannend. Nou ja, ik kan vanuit mijn eigen ervaring zeggen dat je inderdaad zo iemand bent. Hè? En dat kan in de automotive zijn, maar dat kan in iedere branche eigenlijk zijn. Ja. Hè, ik heb laatst een presentatie gedaan bij de Audi Sense. Nou, er ligt nog een heel veld voor je open. Ja. Hè? Om die challenge. Mensen denken veel in hokjes, hè, dus of branche gerelateerd. Ja. Ik ben gestopt met mijn onderneming en werk nu bij Performance Solutions. Ja. Ik krijg de reactie, waarom ben je gestopt met ondernemen? Ja. Ik ben helemaal niet gestopt met ondernemen. Alleen de vorm waarin ik dat doe is veranderd. Maar die is irrelevant. Ja. Ik maak nu, als ik een investering moet doen, exact op dezelfde manier de keuze als dat ik voorheen deed. Ja. Ik kijk naar wat gaat het me opleveren. Dus ook ondernemen in een andere setting, irrelevant. Ja. Hetzelfde geldt voor in welke branche je actief bent. Ja. Het is voor mij in ieder geval irrelevant. Ja, maar jij overstijgt de branche is absoluut. Ik zou nooit in een andere branche eigenlijk willen werken. Mm-hmm. Dit is mijn branche. Dit vind ik oprecht leuk. Maar ja, jij kan zo over iedereen heen. Nou, dat klinkt heel raar, Paul. Nee, maar dat is zo. Nee, dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met dat mijn passie ligt in alles wat met customer experience te maken heeft. En dat is brancheoverstijgend. Ja, en ik heb alles met automotive. Ja. En niet op zich alleen maar met consumenten. Nee. Die zijn ook belangrijk, maar zwa. Ja, zwa. Hey, de online automotive verandert snel. Hè? Maar wat kunnen dealers en autobedrijven nou volgens jou nu echt beter doen? Vanuit jouw perspectief. Ik denk dat over online al heel erg veel gezegd is. Ik heb net heel erg veel gezegd over offline. Wat ik een hele gave uitdaging vind voor alle organisaties in de automotive branche, is om die verbinding te gaan maken tussen online beleving en offline beleving. Mm-hmm. En vice versa. Dat daar echt die aansluiting zit waar wat mij betreft veel meer authenticiteit in mag zitten. Ik zit niet te wachten op 10 foto's achter elkaar op een Facebookpagina van de aflevering van een auto.
Sterker nog, I don't give a shit. Nee. Wat ik gaaf zou vinden is, laat mij eens zien wat nieuwe ontwikkelingen zijn waar ik als klant wat aan heb. He, bijvoorbeeld 65% inspiratie. Nou, dan pak je nog eens 25% wat leuke commerciële acties. En misschien wel 10% gave dingen die op de werkvloer gebeuren. En dat hoeft niet gelikt te zijn. Daar hoeft geen professioneel videoteam voor op te komen draven om dat in beeld te brengen. Een van de best bekeken video's van Martin Schilder destijds waren de werkplaatsmedewerkers die toen het bloedheet was in een poeder, in zo'n kinderbadje aan het badderen waren. Ja. Dat is best bekeken video van Martin Schilder ooit. Ja. In 2006-2007. Ja, zoiets. Ja. Het zit volgens mij heel erg in authenticiteit. Mensen willen verbinden met mensen, niet met bedrijven. Nee. Hey, en wat zouden dealers en autobedrijven dan ook anders moeten doen op social media? Is dat dan dat soort content maken? Of is het ook gewoon überhaupt snappen en begrijpen dat dat de doorontwikkeling is van het internet zoals we het nu kennen? Ja, weet je, we roepen dat al 10 jaar. Ja. En als je nou kijkt waar we toen stonden en waar we nu staan, dan is daar is ongetwijfeld heel erg veel veranderd. Maar de veranderingen zijn nou niet zo ongelooflijk schokkend. Dat ik zeg van hoe. En ik denk dat die echte verandering gaat ontstaan op het moment dat de urgentie toeneemt. Helaas. Er zijn maar weinig mensen die daarin de voortrekkersrol willen nemen. Dus ik denk enerzijds wat anders doen, dat zit hem dus in meer authenticiteit laten zien. Ja. Anderzijds denk ik ook, al die autobedrijven hebben fantastische slogans. Ze willen allemaal de klant op één. De klant is koning en je bent meer dan welkom. En ja. Show me. Dus maak nou eens een keer die vertaalslag van dat wat de marketingafdeling roept naar wat ik als klant ervaar. Ga daar nou eens op focussen. Online en offline. Ja. He, ook daar zie je dat. Het zijn geen twee aparte werelden, wou je zeggen. Zou niet zo moeten zijn. Nee. Ook daar is research van Ben. Die laat zien dat 80% van alle bedrijven, dus ook automotive bedrijven, vindt van zichzelf dat ze een excellente beleving leveren. Mm-hmm. En maar 8% van hun klanten is het daarmee eens. Dus daar zit een enorme gap. En volgens mij ga je in de autobranche echt succesvol zijn op het moment dat je gaat nadenken over waar zit nou onze toegevoegde waarde? Waar kunnen wij echt het verschil maken? Ja. En ga je daarop focussen? En dat kan online en offline zijn. Uh-huh. Jeroen, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Als ze meer willen weten over... Jeetje! Nou, Google helpt. Ja, Jeroen van der Schenk. Jeroen van der Schenk. Verbind via LinkedIn of ga naar www.performance-solutions.com. Ja. En dan ga je mij ook vinden. Okay. Jeroen, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je komst naar de DCD podcast. Het vond het leuk om er te zijn. Dankjewel. Het was mij ook een zeer genoeg om je weer te spreken, om je weer te zien. Dankjewel daarvoor. En ik zie je graag een volgende keer weer in de DCD podcast. Bedankt voor het luisteren naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DCDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DCDW podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl. Marktplaats, Marble, Autodata Nederland, you name it, en Bovee Mij.